ben zo blij met ons huis. Ik ook, schat. Vol met kleuren die wij mooi vinden. The Rusty Rebel. Ik ga je pakken. Wij willen natuurlijk helemaal die Marokko vibes. Kapperhead. En die hebben we dus hier op de slaapkamermuur gedaan. En volgens mij zit mijn liefde hier. Jezus. Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is weer een nieuwe week en deze week wordt zo druk. Het staat helemaal in het teken van ons nieuwe huis. Vorige vlog had ik het er al een paar keer over, maar we gaan echt nu aan de slag met vloeren, schilderen, noem maar op. Dus ik ben nu heel even hier op kantoor, want ik moet wat dingetjes opnemen voor samenwerkingen. Dan ga ik naar het huis. Daar is Wout ook. Dus dan gaan we gewoon aan de slag. Moeten kleuren bepalen. Ja, echt van alles doen. En dan ga ik daarna weer naar kantoor. Want dan heb ik een meeting hier. Hele drukke dag vandaag. Maar wel helemaal leuk. En vooral natuurlijk heel veel zin in het hele gebeuren met het huis. Het is mega hectisch, want ja, je moet aan alles denken van, oh ja, die nog mailen, die bellen, dan komt de loodgieter, dan komt de man, de vrouw van de vloeren. Nou, het is soms even niet bij te houden. Maar we hebben alles nu, als het goed is, goed ingepland. En het is natuurlijk ook helemaal een soort tovertruc hoe we dat dan doen met Wolf en Luca. Want we kunnen niet de hele tijd samen naar het huis, want om elke keer hun mee te nemen en ze moeten ook nog twee keer per dag slaapjes doen. Dat willen ze. Dus het is allemaal een beetje gepuzzel, maar het komt helemaal goed. Kijk even wat Joey heeft gekocht. Geniaal, een mini vaatwasser. Ja, dit is top, want we zijn allemaal te lui om af te wassen. Dus het kan allemaal hierheen en hebben die slang gewoon zo gedaan. En ja, niemand hoeft meer af te wassen, dus dat is top. Ik heb dus mega honger, maar nu zit ik dus met een dilemma, want we hebben alleen maar chips. En de ijskast is vrijwel leeg, zoals je kan zien. Dus ik kan nu of naar de Appie lopen, of ik ga eten bestellen. Ik denk dat ik even eten bestel, want dat is toch wat sneller en ik moet ook zo naar het nieuwe huis. Ja, ga ik doen. Joehoe, ik ben aangekomen in ons nieuwe huis. Oh, nu ik hier weer ook zo sta, dan denk ik, nou, doe even normaal dat dit gewoon ons huis is. Ja, we hebben zo meteen een hele leuke afspraak. Namelijk met Nathalie van Homemade By. En zij gaat ons met een aantal dingen helpen. Als je bijvoorbeeld gaat klussen, of je gaat verbouwen, of je hebt een nieuw huis gekocht, dan kan je Homemade By inschakelen en in principe kunnen zij alles van A tot Z voor je regelen. Dus echt van interieur, vloer, verf, meubels, noem maar op. Ze hebben ook een eigen interieurmerk. Zij zijn dus eigenlijk een organisatie, een platform die in contact staat met allemaal interior designers. Ook allemaal vakmensen op verschillende gebieden. Als je bijvoorbeeld glas moet vervangen, dan zou dat ook via hun kunnen. En wij hebben hun dus ingeschakeld voor een aantal dingen. Namelijk de vloer. Beneden ligt er overal tapijt in kleuren die wij ook niet mooi vinden. Dus we hebben echt besloten, nee, die hele vloer beneden, dat moet er gewoon allemaal uit. En dan willen we iets anders. Dus Nathalie van Homemade By, die komt zo hier. En die gaat ons dan helemaal adviseren welke vloer we moeten doen. En dan gaat zij het ook helemaal in gang zetten. Dus zij gaat dan die vloer bestellen. Zorgen dat hier iemand hem komt leggen. Want ja, dat gaan we dan niet zelf doen. Kijk, ze geven interieuradvies. En hoe ze eigenlijk altijd werken, ze beginnen met een design date. Tijdens die design date krijg je heel veel vragen en daarna weet je dus exact waar jouw prioriteiten liggen, wat je wil, hoe het in zijn werk gaat. En dan kan je kiezen uit een advies, maar je kan ook een heel 3D-plan van je woning krijgen. Dus dat even in een notendop hoe zij werken en ik heb er zoveel zin in, want dan gaan we eindelijk knopen doorhakken welke vloer we krijgen. Nathalie is hier ook van Homemade By en die heeft allemaal dingen meegenomen. Namelijk de vloeren. Maar ja, nu is natuurlijk de keuze, wat willen we? Het verhaal begon eigenlijk met een houten vloer, maar die is van PVC, maar lijkt net echt. Ja.
Toen dachten we, oh, dat is wel wat als je de hele benedenverdieping daarmee doet. Dat is erg hufterproof met kids en zo. En het lijkt gewoon net echt. Zeg je dat nou voor mij of niet? Ja. Nou, het lijkt net echt en het voelt net echt. Dit is echt bizar. Ik ben echt verbaasd. Nee, het is super mooi. Ja. Want ik dacht eerst PVC. Oh, nou, dat klinkt helemaal niks. Maar ik zie dit nu en dan denk ik, nou, dit lijkt gewoon oprecht een houten vloer. Ja, geen verschil. Maar, nu komt het probleem. En nu komt ie. We hebben in de hal een hele oude, mooie parketvloer die we er niet uit willen halen. En dan is het contrast natuurlijk heel gek. Nathalie zei ook van, ik zou dat gewoon niet doen, want dat gaat er raar uitzien. Dus ik zou toch voor een ander materiaal kiezen voor de kamers. Nee, Nathalie raadde dus toch uiteindelijk die PVC af. Want het wordt niet mooi. Nee, ik krijg daar wel een beetje error van. Ja. Naast die bestaande vloer moeten we dat gewoon niet doen. Nee, want als je het helemaal zou doen, dan is het heel mooi. Ja. Maar nu heeft Nathalie dus dit meegenomen. En dit is tapijt, toch? Ja. Nou ja, hoe noem je dat? Ja, het is... Ja, klopt. Maar ik zei vanaf het begin, als we dat naast die vloer dit neerleggen, dan zei jij al van nee, dat gaat niet goed. Nee, ja, het zijn gewoon twee totaal verschillende materialen. En dan probeer je het eigenlijk een beetje gelijk te trekken, maar je ziet dat dat dan toch niet helemaal is. Nee. Hoe mooi je dat ook gaat doen. Dus dan vind ik dat je de contrasten beter gewoon veel groter kan maken. Ja, Een heel ander product. Ja, omdat het een heel ander product is, zie je ook dat het echt de bedoeling is. Ja, dus dit smoelt wel echt heel lekker. Ja. En stijl. Precies, wij willen natuurlijk helemaal die Marokko vibes. En nou ja, als ik dit zie, jongens, dit maakt het plaatje compleet. Dat vind ik wel heel leuk om even te zien. Oh ja, goeie. Toch? Ja. Welke vind jij vet? Deze twee. Die twee, oké. Okay. Ja. Denk jij van, we moeten voor eentje kiezen en dat in onze kamer en de twee kinderkamers? Ja. Wat zeg jij? Absoluut. Toch? Ja, anders wordt het... De verschillende vloeren en dan... Nee, dat kan niet. Nee, oké. Okay. Oh, dit is zoveel mooier. Ja, we hebben nog geen ganglicht, jongens. Beter. Ik ben weer op weg naar kantoor. Nou, ik heb weer allemaal heerlijke workout kleding binnen van Stronger. Een merk waar ik veel mee samenwerk en ik vind hun echt fantastisch. Het is een Zweeds merk en ze hebben allemaal verschillende workout kleding. Ze verzenden wereldwijd, gratis. Nou, deze vind ik fantastisch. Dit is de Seamless. Die is dus helemaal naadloos. Je ziet nergens naden. En hij is ook helemaal lekker hoog. Dan kan je er echt goed in squatten. Zonder dat je hem de heet, het moet ophijsen. Het blijft gewoon helemaal lekker op zijn plek. En ja, ik weet niet of het zo goed overkomt, maar de kwaliteit van dit merk is gewoon zo chill. En nu we beginnen, ik heb een kortingscode voor jullie, Elise20. En dan krijg je 20% korting op hun website. En het leuke is dat ze morgen echt een hele grote nieuwe collectie gaan lanceren. Dus met die code krijg je natuurlijk dan gewoon gelijk korting ook daarop. Dit Seamless model hebben ze trouwens in allemaal verschillende kleuren. Ik heb hem ook al een keer laten zien in donkergrijs. Dit is de khaki. En ze hebben ook weer drie nieuwe kleuren. Deze set vind ik ook echt heerlijk. En dat komt door de kleur. Het heet koraal, deze kleur. Ik vind het zo'n gezellig kleurtje. Deze stof is ook weer lekker stretchy. En ik vind het leuk dat er zo'n crop top bij zit. En hieronder, kijk, zit ook nog een bijpassende top. En vergeet deze helemaal aan te trekken. Dit is een trui erbij. Ook heel leuk. Het is helemaal een soort hoge kol die je helemaal zo lekker... Naast al hun workout kleding hebben ze dus ook allemaal van dit soort heerlijke pakjes. Ook met lange broek en die stof. Nou, ik wou dat jullie het konden voelen. Is zo lekker zacht. Ik vind het helemaal zo chill om lekker thuis aan te doen. Maar ook leuk met sneakertjes. En hier heb je weer een leuk pakje. Deze is helemaal met een print. Ik vind dat dus ook leuk voor de afwisseling. Dus deze is dan wat meer funky. Ik vind het gewoon geweldig van Stronger dat ze zoveel verschillende opties hebben. Echt, er is voor ieder wel wat wils. En de fit vind ik altijd, ja, gewoon niks meer aan doen. Het is gewoon top. En zoals ik in het begin al zei, ik heb een hele leuke kortingscode voor jullie, Elise20. En dan krijg je 20% korting. De linkjes vind je altijd onder de video in de beschrijving. En dan kom je er heel makkelijk. Wout heeft zo meteen de kids en ik heb een meeting met mijn management. En toen dacht ik, hij moet natuurlijk het avondeten doen.
Dus dat ga ik alvast maken voor de kids. Want ik was mijn lunch aan het maken en toen kreeg ik helemaal opeens een soort idee van... Oh, dit kan ik ook voor de kinderen maken. Dus dat heb ik nu helemaal gemaakt. En dan... ja, we hebben ook niks in huis meer. Dus het scheelt hem ook weer een boodschapje doen met hun en zo. Dus let maar op. Dit maakte ik voor mezelf. Dit is couscous met kikkererwten, feta, bieten en avocado. En dan heel chill, dan heb je gewoon die standaard hummus. Maakt niet uit welk merk. Dat doe je letterlijk in een glaasje. Met een piepklein beetje water erbij en wat olijfolie kan ook nog. Dan roer je het en heb je dus een heerlijke dressing die je dus hier ook ziet. Niet normaal lekker. En voor de kids kwam ik toen op het idee, kijk deze heb ik ook al voor Wout gemaakt. Moet alleen couscous bij. Ja, ga jij wolfsteen opeten? Oké. Dit is voor de kinderen, namelijk couscous, linzen, bieten en dan moet Wout alleen de avocado snijden, want als je dat nu gaat doen, dan wordt hij goor, dan wordt hij zwart. Dus hij hoeft alleen stukjes avocado hier doorheen te mixen. En dan hebben ze een heerlijke maaltijd. Zijn dat mijn lieve beestjes, mijn kleine lieve mannetjes? Ze hadden net zo erg ruzie met elkaar. Niet normaal. Allebei huilen, gillen. Ik moest ze even troosten, maar nu zijn ze weer oké. Habbe. Habbe. Nou, wij kregen helemaal een gezellig idee om met de boys naar de speeltuin te gaan. En in een draagzak dachten we even wat anders dan die kinderwagen. Sterker nog, we wilden naar de supermarkt gaan. Kan je nagaan? Kan je nagaan? Iets wat wij haten, maar we dachten ineens op zondagmiddag met kinderen in een draagzak. Daar, daar. Kan dat nog wel eens grappig zijn? Ja. You, 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 you. Ik was lekker schoentjes aan het bestellen voor mijn lieve mannetjes. Want die schijnen ze nodig te hebben... voor het buiten kruipen, omdat ze hun, ja, het is niet lekker voor hun voetjes, dat steen bij de kinderdagverblijf. Dus dat ga ik even doen. Maar ik weet nu al dat ik waarschijnlijk me laat verleiden tot hele geweldige schoenen, die niet zo praktisch zijn. Dus ik ga nu even afwegen wat ik ga doen. Goedemorgen, ik sta nu in ons nieuwe huis. Wout is nu, as we speak, de kids naar opa en oma in Leiden aan het brengen. En ik wilde lekker gaan schoonmaken en zo belt Wout mij daarnet en die zegt, ik kom nu naar je toe rijden. Laat de boel voor wat het is, want ik neem jou mee ergens naartoe. Ik ga jou ontvoeren en je mag niet weten waarheen. Dus ik ben heel benieuwd. Ik zei, moet ik niet mijn spullen dan thuis halen? Nee, nee, heb ik al allemaal geregeld. We gaan naar iets toe. Wat wij nu heel goed kunnen gebruiken in deze hele hectiek en chaos waarin we zitten. Dus ja, de kids zijn uit logeren. Dus ik denk dat we een nachtje ergens heen gaan. Maar ja, ik weet het niet. Zo leuk. 103. 102. 101. 101. Oh. Tada. Oh, yeah. In your own city. Kijk nou jongens, dit is wel een kamertje hoor. Hoe leuk. Oh, wat een lekker groot bed. Spiegel. Wat een mooie spiegel dit. Gigantisch, dat wil ik ook in mijn huis. Wat leuk schat. Goed hè? Zo lief van jou dat je dit hebt geregeld. En de badkamer vind ik ook altijd zo leuk in hotels. Even kijken. Ja. Oh, kijk schat, hoe mooi die badkamer is. Geweldig. En dit heeft meneer ook nog geregeld hoor. Flesje champagne, wijn. Nou, sorry, maar I can't. Op de achtergrond hoor je Wout bellen. Want meneer wilde een upgrade naar een kamer met balkon met zon. Want dit balkon is in de schaduw. Dus we krijgen nu... een balkon met zon, veel hoger. En een dikke grote kamer. Ja. Nah. Hier word ik zo blij van. Nee, ik wilde gewoon zon op balkon. En ondertussen ben ik me aan het uitkleden. Ja, zij gaan dus al onze spullen meenemen. Dus laat het een beetje netjes achter. Niet de vieze stinkzok hier. Nou zeg. Gadver.
Niet zo gemeen, hoor. Ja, okay. Nee, we krijgen nu een massage, dus see you later. Nou, net massage gehad. En toen kregen we deze room upgrade. Met een balkon in de zon. Lekker is dit. Dit is wel lekker, hoor. Helemaal door. En dat is een lang mogelijk zon. Ik ben helemaal gedesoriënteerd. Oh ja, net zaten we gewoon hier, maar dan lager. Oh ja. Ja, maar lekker bij mij zitten. Ik kom lekker bij jou zitten. Zo grappig, want ze hebben nog geen kussens. Ze hebben die kussens vergeten. Dus we gaan maar een soort van daarop zitten. Ondertussen vonden we de kussens in de kast. Dus dat is top. Oh, wij waren dus op het balkon. Is helemaal de tafel voor ons gedekt. Nou, dat vond ik echt lief. Tijd voor ons diner. En dat begint nu. En ik doe de camera uit tijdens ons diner. Want dit is gewoon zieke me-time. Us-time. Goedemorgen. Ik leef al 24 uur in een badjas. Zo chill dit. Ik moet even nog wakker worden. En ja, we zijn ook natuurlijk een beetje brak. Champagneglazen zijn er nog. Deze douche. Ik heb net even gedoucht met Wout samen. Zo lekker. We zaten met z'n tweeën op dit krukje. Onder die stortdouche. Nou, echt waanzinnig. Oké, jongens. Dit krijgen wij net als roomservice. Ik ga out. Ik word hier zo blij van. Ik heb lekker scrambled met avocado extra en spinazie. En Wout heeft deze, wat is dit? Eggs Benedict met zalm. En spinazie extra. En nog lekker fruit, croissants. Koffietje erbij. Oh. En de hele hotelkamer is één grote zooi. Maar ja, wat wil je? Ik begrijp alleen niet hoe we het weer voor elkaar krijgen. Om zo'n bende te maken van alles. Nou, hier valt het nog wel mee. Zo'n lekkere kamers, moet ik eigenlijk zeggen. Want we hadden gewoon een woonkamer. En het is gewoon een heel appartement. Zo chill. En volgens mij zit mijn liefde hier. Wat chill dit, hè? Niet normaal. Lekker. Zo hard aan het genieten. Ik zit heerlijk te genieten, krantje te lezen. Genieten van het zonnetje, het uitzicht. En dan heb je dus dit naast je. Ja, sorry, maar dat jij hier nu zin in hebt. Sport zit gewoon echt in jouw DNA. Ja. Want mij zou je echt moeten betalen. Nee, om nu walgelijk een workout te doen. Ik ben alweer gewoon 10 keer beter. Helemaal die kater eruit getraind. Nou, ik zweette me eruit in de zon. Hè? Ik zweette me eruit in de zon. Ja, maar als je beweegt, dan gaat het echt sneller. Je lichaam pakt het veel sneller op. Dit is een hele lichte push-up, dus helemaal niet zwaar. Nou schat, als ik dit doe, dan zak ik door dat balkon heen. Jongens, het is een feit. Nou? We hebben een late check-out gekregen. Heel fijn. We mogen tot 3 uur blijven. Oh, tot 3 uur? Ja. Oh. Nou ja, mocht zo lang blijven als we wilden eigenlijk. Wat heerlijk. Joehoe, wij zijn weer thuis van het conservatoriumhotel. En nou, het was echt geweldig. We hebben het zo ontzettend leuk gehad. We hebben zo gelachen samen en ik weet niet, als je even weg bent met elkaar, of dat nou in een heel luxe hotel is zoals dit, of in een hutje op de hei, het doet wat met je, het doet wat met elkaar. Je hebt andere gesprekken dan normaal. Het haalt je even uit die dagelijkse routine en het zorgt echt voor een andere dimensie. We hebben zo gelachen ook samen en zulke goede gesprekken gehad. Het heeft ons echt weer helemaal opgeladen. En eigenlijk kon de timing niet beter dan nu in deze hele hectische periode. Waarin je hoofd gewoon vol loopt. En ja, we zijn zo ongelooflijk goed in de watten gelegd. Ook door het hotel. En de service is gewoon bizar hoog. Zo ontzettend goed. Dus we hebben echt ja, een heerlijke 24 uur erop zitten. Ik ben weer helemaal opgeladen en chill en vrolijk en ja, helemaal blij. Ik ga lekker slapen zo en ja, ik denk er echt met een lach op terug. Het was echt gek. We zijn in ons nieuwe huis, zoals je kan zien. En je hoort het al, de buren zijn ook aan het verbouwen. Dus let vooral niet op het lawaai. Wij gaan iets geweldigs doen, namelijk verf uitzoeken
voor alle kamers. En ik heb hier zoveel zin in, want ja, het is natuurlijk helemaal een feestje om te gaan bedenken hoe we het willen gaan doen. Ondertussen is Wout al druk bezig met alles klaar te leggen. Wat is het toch een baas, hè jongens? We gaan ons hele huis schilderen met lap. Lap is een fantastisch merk. Het is helemaal duurzaam. Ik ga er later allemaal dingen over vertellen. Maar ze hebben ook een geweldige verfsoort. Wat dus lijkt alsof je in Marokko bent. Met die muren die helemaal een beetje destroyed zijn. Dat hadden we ook in Leiden. Dat is dit. Nou, dat is dus dit. Ik moet even goed gericht kijken. Zo. Oh ja. Het heet Cementum. En je ziet het al. Kijk. Aan de randen kan je het ook goed zien. Dit. Dus heel veel mensen zullen waarschijnlijk zeggen, hé, maar dat ziet er helemaal niet netjes uit. Nee, dat willen wij juist. Dat is juist de bedoeling. Wij vinden deze look helemaal waanzinnig. Even kijken of je het hier... Ja, hier nu zie je het wel goed. Een beetje een soort van, ja, beschadigde muur, als ja, ik het moet samenvatten. Ja. Beton. Betonlook. Eentje beton. Dus daar heb je... Alle kleuren kunnen daar toch in? Ja, nou, alle lapkleuren. Ja, ja, alle lapkleuren. En alle kleuren. Dat is heel anders. Dit zijn alle kleuren die wij mooi vinden. Die hebben we op basis van hun Instagram. Ze hebben echt een geweldige Instagram. Waarin je heel mooi alle kleuren ziet. Nou, we werden gelijk verliefd op terracotta pink. En die zit ja. Ook op de muur hier. Precies, dat is die. En die leek ons vet voor de eerst voor de slaapkamer. Maar daar twijfelen we nu over. Want we denken nu, misschien wordt dit te roze. Voor de slaapkamer en is dit juist stoer in de badkamer, want dan is het ook wat donkerder, want we hebben geen daglicht in de badkamer. Kijk, hier zie je dus ook... Ja, het maakt dus heel erg uit waar je hem opsmeert, want hier is dus veel licht. En hier is hij weer donkerder, omdat hier nu niet hier de zon... Hier is nu geen licht, het is in schuis donkerder, maar je kan ook in de badkamer gelijk laten zien. Ja. Waarom die helemaal zonder daglicht en is die weer een stuk donkerder. Ja. Daar hing die. Oh ja, hij hing dus hier. Dan is op de grond weg, ziet het er altijd anders uit dan wanneer je bijvoorbeeld op een muur hebt. Ja, en hij staat best mooi bij deze beige tegels. Heel mooi trouwens. Ja, die combi is echt geweldig. Want wij hebben echt geen zin in een hele badkamerverbouwing. Nee. En als we zouden mogen kiezen, dan hadden we de badkamer wel ietsje anders gedaan. Maar ik vind het wel mooi. Maar ik vind hem wel echt mooi, ja. Ja, daarom. Oh, dit vind ik heel gaaf, deze combi. Ja, super mooi. Ja, ik ook. Toch? Ja. Nee, dus dit weten we eigenlijk bijna zeker al, hè? Ja. Dit wordt hem denk ik wel voor de badkamer. Het verfmerk Lab, dat is van Vesting. En Vesting is een supermooie verfwinkel. En waarom wij voor deze verf hebben gekozen, is omdat die verf ten eerste gewoon waanzinnig mooi is. Hun Insta is ook geweldig. Je krijgt allemaal goede inspiratie ervan. Hun verf is zo mooi, omdat ze een soort van warmte bevatten. En ik kan dat moeilijk uitleggen, maar... Het zet eigenlijk meteen een sfeer neer als je je muur dus verft met lap. Plus ze hebben gewoon hele mooie, bijzondere, unieke kleuren. Ik kan echt uren op deze pagina zitten. Kijk even al deze kleuren, hoe vet. Dit is weer kalkverf, vind ik ook wel heel mooi hoor, met die vlekken zo. Oh, dit is dezelfde kleur weer, Strong Garlic. Oh, jeetje, ook wel leuk voor de jongenskamer. Van zo'n palet word ik nou heel erg blij. Wat ook te gek is, ze hebben dus ook Lab Paint Foundation. En met elke 5 liter water die wordt verkocht, kunnen ze 1 persoon op de wereld voorzien van zuiver drinkwater. En wat ook super is, dat hun verf is helemaal ecologisch en duurzaam. Dus ze doen er echt alles om ook de CO2 te beperken tot een minimum. En nu... Want we doen net zoveel alle tijd hebben, maar dat hebben we niet. Over een uur moeten we de bars ja, alweer van de crash halen. Alles opschieten. Dus we gaan nu voor de jongens de kleur voor de slaapkamer van de jongens uitkiezen. Oké, dit is de jongenskamer. En hier hebben we ook al wat dingen gedaan. Oh, mooi. Oh, wauw. Prachtig. Het is een hele warme beige kleur. Een haar. Weg. Ja, mooi. Hè? Heel mooi. En in het donker, dat is slim van jou. Oh ja, daar zie je weer heel anders. Ja, ook nog steeds heel mooi. Ja. Prachtige kleur. Prachtig. Ja. Ik word gelijk ook weer blij van. Ja, ik ook. Ik denk, dit is te nee, gek. Want ik vind het eng altijd met beige dat het een kotskleur kan worden. Ja. En dit is echt prachtig. Ja. Nice. Kijk, hier hebben we een beetje alle beige tinten gedaan. Hier alle wit tinten. Hier alle roze tinten. En hier, ja, een beetje oranje. Ah, ja, ginger.
Oranje, oker, geel. Wat is ginger? Ginger, dit is ginger. Ja, die vind ik dus ook heel mooi. Dit is de Sensational Scent. Dit is ginger. Misschien is het niet wel even. Ja. Je roept nu ginger. Ja. Grappig, het heeft echt de kleur van ginger. Ja. Oh, maar ik vind opeens die heel donker nu. Heel mooi. Ik ga 100% voor links. Berberstaal. Dit is echt de kleur van een kameel. Geweldig. Op links. Dat moet je hebben. Ik word hier heel warm en gelukkig van. Ja. Jij? Ja, ik vind hem ook mooi. Nee, kijk, als je naar het kleurenpalet kijkt, wat we eerder hebben gemaakt, dit. Dan zie je gewoon dat hierboven vind ik veilig. Maar dit en dit, deze drie zeg maar, dat is Marokko. Hier, eigenlijk alle vier. Maar deze wat warmere, donkere kleuren. Ja, dat is waar. En het is niet eens donker. Het zijn hele lichte, vriendelijke kleuren. Weet je wat deze is? Dat is Velvet Fudge. Fudge. Ik had een foto ervan gemaakt. Kijk. Ja. Velvet Fudge. Ook mooi. Die is dus nog donkerder. Ja, dat vind ik dan weer wel te donker. Ik vind links, dit is echt een zandkleur. Dit is gewoon letterlijk alsof je op het zand loopt. Geweldig. Ja. Dat vind ik te veilig. Maar ik zag deze op Insta in een bepaalde ruimte. Die vond ik hem prachtig. Ja, maar we moeten ook bedenken dat de rest van het huis wordt een beetje ook in van die terracotta, terra pink, Marokko kleuren. Dan past zand daar beter bij dan een ginger. Ja. En je moet ook naar jezelf kijken. Van hoe sta jij nou zelf bij een kleur verf? Nou, dat is oké. Ik bedoel je huidkleur, hè? Hier word ik een beetje roze van. Zie je? Dus gelijk ook, dat klopt ook niet. Ja, kijk. Hey. Dit noemen ze confirmation bias. Als je iets wil, dan ga je jezelf allerlei bochten wringen om jezelf te overtuigen. Maar dit is hem. Ik wil ook nog die. Dit vind jij dan weer niks, die Rusty Rebel. Kijk hè. Oh nee, top. Een soort okergeel. Zou ik hem hieronder doen? Nou schatje, doe eens wat je leuk vindt. De Rusty Rebel. Oh. Pas wel bij jou, je bent ook een beetje een roestige rebel. Precies. Ik weet het niet. Nou, jij bent gewoon bang voor kleuren in het leven. Ook met het speelgoed van de kinderen. Ja, dat is waar. Ik moet wel zeggen dat die twee buizen die hier buiten hangen, word ik ook allergisch van dit. Ja. Blauw en rood, zo, dat ga ik zo snel mogelijk wegwerken. Ik wil gewoon natuurlijke kleuren, groen en zo, dat is toch heerlijk, maar dit, bah. Nou, ik vind het ook wel heel mooi, want ik vind het niet heel oranje. Ik vind het eerder bruinig dan stoer. Maar ik ben bang dat als we voor deze kiezen, dat het de kamer dat je hem te donker maakt. Voor deze kamer vind ik het dus ook zo lastig. We hebben nu deze twee kleuren hier opgeschilderd. Ik ben benieuwd wat jullie vinden. Het is, die rechter heeft een meer roze tint. Die heet Pink Peach. En die linker, dat is meer een lichte zandkleur. Die vind ik eigenlijk ook prachtig als ik hem zo zie. En dat is de Masala Chai. Ja, ga maar eens kiezen, jongens. Ik vind dit zo moeilijk. Maar ik neig toch naar links. Dat gezegd hebbende, ligt hier het vol met kleuren die wij mooi vinden. Dus zo makkelijk is het nog niet. Ik ben nu even in de tweede badkamer, namelijk de badkamer van de jongens of van de logees. Hè. We moeten nog maar even kijken wie hier gebruik van gaat maken. Maar zoals je kan zien is deze hele badkamer roze. En daar willen we verandering in brengen. Achter mij heb ik al allemaal kleuren met woud op de muur neergezet. En we zijn het er nog niet over eens. Wout die zei meteen dat hij die copperhead, dus die donkerrode rechts, helemaal te gek vindt hier in de badkamer. Ik vind dat ook wel heel mooi staan bij die beige tegel. Maar dan vind ik ook weer dat die kranen moeten dan ook allemaal messing en goud en zo. Want dan, anders wordt het allemaal zo net niet. Dus dan kom je weer bij het verhaal van, oh dan moet je dus ook eigenlijk ongeveer je hele badkamer gaan aanpakken. Misschien moeten we dat ook gewoon maar doen dan. En dan samen met misschien die masala chai. Want als je dus zo kijkt, het is lastig voor jullie om te zien. Maar kijk, als dit op de muur is, die masala chai, die matcht dan super goed met die rode copperhead. Ik kijk ook echt 100 keer naar al deze mooie kleuren. Want dan opeens zie ik weer een kleur
Dat ik denk, oh ja, die was me nog helemaal niet opgevallen en die is stiekem best wel mooi. En dat was dus opeens met die masala chai. Dat ik dacht, dat is best wel een mooie kleur eigenlijk. Een warme beige kleur. Ja. Ik heb hier kapperhead in mijn handen, nummer 29. En die hebben dus hier op de slaapkamermuur gedaan. En ik denk dat dit een winnaar is. Want we hadden eerst Terra Pink. Maar dat wordt dan toch te liefig of zo. In de zin van, we willen een soort van statement maken in de slaapkamer. Dus dan is dit wel echt een goeie. En omdat deze kamer natuurlijk zo licht is, kan dat ook wel, zo'n donkere kleur. We hebben ze voor het eerst op het gras gelegd. Maar ze durven nog niet met hun handjes, volgens mij, op het gras. Dat vinden ze nog eng. Wat is dat dan, schat? Ja. Zo. Oh, ik wil dit gras even met blote voeten proberen. Oh ja. Lekker? Heerlijk. Oh, wat goed. Mega chill. En wie speelt er grappig, vandaag, want ik had helemaal gehoopt dat als je een baby op het gras doet, dat ze dan helemaal... Ja, dan gaan ze helemaal gek doen. Ja, Luke vindt het raar. Wie gaat er vandaag de beker winnen, Luca? Is dat Ajax? Oh, nou hij gaat, zie je? Hij doet zijn handen dan helemaal zo wijd en gek. Ik ga je pakken. Waar ga jij heen? Luca? Zoals je kan zien lig ik in bed. Wout is beneden voetbal aan het kijken. En normaal kijk ik dan... Nou, ik kijk niet met één oog mee. Ik wou zeggen, ik kijk met één oog mee. Maar dat is onzin. Ik zit er dan bij en dan doe ik wat anders. Maar nu zei ik echt van, ga jij maar lekker voetbal kijken. Dan ga ik gewoon boven chill op mijn laptop andere dingen kijken. Dus ik lig nu heerlijk in bed met een kopje thee. Helemaal te chillen. Maar ik val half in slaap. Dus ik ga zo lekker slapen. En Wout moet waarschijnlijk nog 100 samenvattingen bekijken. En gesprekken over hoe de wedstrijd was met tussen allemaal verschillende voetbalmensen. Dus ik ga er no way op wachten. Ik ga lekker slapen nu. Ik kom net aan in ons nieuwe huis en vandaag wordt de vloer gelegd. Oh my god, so excited. Nou, de mannen van de vloer zijn begonnen. Allemaal troepjes in het huis. Ik sta even in onze slaapkamer. Maar kijk even. Wat een verschil. Er lag natuurlijk blauw tapijt op. Dus dit is helemaal te gek. Ik ben hier zo blij mee. Die uitstraling die het meteen geeft. Kijk hoe netjes. Super mooi dit. Echt te gek. Gaat-ie hoor. Even koffie brengen naar de mannen. Ja, ja. Zelfs deze kast wordt ook met Siso kaarsrecht. Ja, heel nice. Nou, dit ziet er echt top uit, hè? Ja, ben jij ook door? Wat mooi. Geweldig. Het is gewoon een beetje deze deur, voel ik. Ja. Maar dan met deze deur op de muur, ik denk dat het heel dik wordt. Ja, heel vet. Helemaal die beach, strand. Helemaal beach, Lou. Toch wel weer beach, hè? Ja. Hou er van, hè, schat. You like it? Ja. Ja. Ik ben zo blij met ons huis. Ik ook, schat. Niet normaal. Dat is echt heel tof. En ik tel af dat we erin kunnen. Nou, dan mogen we nu wel op gaan schieten. Chill, de douche is binnen. We willen natuurlijk buiten ook weer een douche hebben. Dus we hebben lekker zo'n retro modelletje besteld. Dus die gaan we binnenkort ook installeren. Zo, het was mijn dagje wel. De boys waren echt zo erg zeurderig. Ik weet niet, ze hadden niet echt hun dag. Dus dat was vrij intens. Want dan moet je gewoon continu aanstaan. Ze gingen gewoon niet even lief spelen in hun eentje of met elkaar. Dus dat was wat minder.
heel veel om over na te denken voor het huis. Dus ja, ik ga lekker naar bed. En Wout, die ligt al op één oor. Hallo, hallo, hallo. Ik kom net aan in het huis samen met mijn lieve schatjes. Hey. En de vloer is af. Ik ga hem nu laten zien, want het is geweldig geworden. Zo mooi. Ik had niet verwacht dat het zo mooi zou zijn. Vind je het mooi, Luca? Vind je het mooi? Ja. Kijk nou, dit is het resultaat. Ik vind het zo mooi gelukt. En het staat prachtig bij de hele sfeer van ons huis. Kijk. Maar ook de afwerking. Moet je even kijken hier bij die randjes. Gewoon, het is zo mooi gedaan. Ja, je moet even bij de slaapkamer laten zien. Ja. Mooi bij die kast. Hallo? Meneer? Kiekeboe. En dan is dit onze slaapkamer. Kijk hoe prachtig dit staat bij de kasten. Het staat zoveel mooier bij de huidige vloer die er al lag. Die ja, er echt niet uit. Kijk deze mooi. Match. Zo top. Ja. En kijk, ik weet nu al dat mensen gaan zeggen, oh, maar dit kruipt niet lekker. Nou, we hopen dat ze heel snel lopen. En in de speelkamer, die ik net liet zien, gaan we gewoon een heel groot zacht berberkleed erop leggen. Ik weet niet, maar meneer die kruipt het hele huis door. Dus ja. Kruipt niet lekker. Ik heb hem al niet horen zeggen dat het niet lekker kruipt. En trouwens, ze kruipen niet meer, ze lopen op hun knieën. Ja. Kijk, Luca dan gaan. Oh. Zie je, ze kruipen prima hoor. Ik heb niet het gevoel dat ze het echt erg vinden. Gasten aan alle kanten op. Ja, dat is waar. Ga je douchen, Wolf. Later. Ga je douchen. Kijk, en dit is dus gewoon onze kamer. En ik vind het gewoon prachtig staan. Al helemaal ook omdat dan hier de tuin is. Het klopt gewoon ofzo. Ik denk dat dit het mooiste shot is. Met die kasten dus. En dan die vloer. Prachtig. Echt prachtig. Ja. Hey, koekeman. Koekemannetje. Nu is Wolf weer doodstil, dan ben ik altijd benieuwd waar hij naar gaat. Ja, als een kind stil is, dan moet je erop afrennen. Gewoon. Vooral, want ik ben 30 seconden zit iemand gewoon. Ja. Vind je het leuk hier? Ja, hier mag je straks in bad. Wat is het hier schoon, hé. Hey. Nou, dit was deel 1 van Homemade By. Ze gingen natuurlijk de vloeren doen en de buitenkant. Ik ben hier niet normaal blij mee. En deel 2 komt dus heel snel. De hele buitenkant. Die gaan we volgende week of de week erop schilderen. Dat weet ik even niet. Maar dat wordt ook waanzinnig. Ga ik jullie before after laten zien. Wordt zo vet. Ik ben onderweg naar de kapper. Eindelijk even mijn manen bijwerken. Ik ben heel... Oh my god, zo blij hiermee. Echt geweldig. Holy. Oh, ken je dat? Dat je gewoon zo hard een nummer aanzet en dat je zo emotioneel wordt? Nou, dat had ik nu. Oh. Ik weet niet. Het zonnetje schijnt en de muziek in combinatie gewoon met alles... We gaan morgen gewoon verhuizen. Ik voel me zo, ja, gelukkig. Het is echt stom om te zeggen, maar gewoon... Oh, opeens, it hits you. Het is lastig uit te leggen, want... Nou, ik denk dat iedereen wel zo'n moment ook kent. Dat je gewoon... Ik weet niet, dat alles samenkomt en... En dan word je opeens ook getriggerd door muziek. En dan breek je. Ik zat hier gewoon net keihard te huilen. Mensen die ook net over het zebrapad overstaken, die keken me ook echt aan. Dan heb ik altijd het gevoel dat mensen het meteen ook aan je zien. Wat waarschijnlijk niet eens zo is. Maar, ah, in ieder geval. Sorry, mijn camera viel even uit. Ik ben op weg naar ons oude huis. En ik heb zoveel zin om de jongens te zien. Ach, als ik daar ook aan denk, dan breek ik ook gewoon meteen. Ik ben sowieso... zo emotioneel geworden sinds ik moeder ben geworden. Nou echt, ik was zo emotioneel, maar nu hoeft er maar dit te gebeuren. En ach, ik moet huilen, maar het voelt wel goed, heerlijk om te huilen. Ik vind het ook soms zo'n ontlading. We zitten deze week zo erg natuurlijk met
ja, spanning van een nieuw huis, verhuizen, keuzes maken met verbouwen. Of tenminste, verbouwen is een groot woord, maar ja, je begrijpt wat ik bedoel. Dus het is allemaal heftig. Zo, ik ben weer thuis en ik ben aan het koken. We gaan een lekker soort van Hollands simpel maaltijdje, namelijk gebakken aardappels. Wout wil altijd spinazie à la crème en ik gewoon deze diepvriesspinazie. En lekker een zalmootje met soja. Ja, helemaal zin in. En ondertussen zie je Wout achter mij het kleed oprollen. Want morgen, dat heb ik nog helemaal niet goed uitgelegd. Al onze spullen, dus al onze meubels die wij in Leiden hadden staan, die zijn naar een opslag gegaan, zoals jullie wel weten eigenlijk. Dat wordt morgen allemaal geleverd in ons nieuwe huis. Dus morgen hebben we gewoon weer onze bank terug. Naar het idee dat ik weer op die heerlijke bank kan liggen. Oh, die bank! Ik kan niet wachten. En, maar we hebben nog wel een week speling. Want we hoeven hier pas echt, zeg maar, ja, voor 1 mei moeten we hier uit zijn. Dus omdat ons hele huis nog wordt geschilderd, het nieuwe huis, willen we zo kort mogelijk in de verf zitten. Omdat dat gewoon heel kut is met de jongens erbij en zo. Dus wij gaan waarschijnlijk dit weekend al stiekem daar slapen. En dan gaan de jongens naar opa en oma. Maar dan slaap ik gewoon volgende week gewoon nog lekker hier. En dan uiteindelijk wonen we officieel in het nieuwe huis met z'n viertjes. Dus nog eventjes wachten. Maar ik vind het al helemaal... Ik ben door donder heen dat morgen gewoon al onze spullen komen. Ik kan het gewoon niet geloven. Gewoon, ik heb het eigenlijk ook... Nou, niet alles gemist. Maar sommige dingen heb ik gewoon echt gemist. Zoals die bank en die lekkere eettafel. En ja, gewoon mijn eigen frutsels, snuisterijen, al dat soort dingetjes. Vloggen en koken gaat niet zo goed, want het brandt bijna aan. Ja, dus ik ga even focussen op dit. Oké, inmiddels hebben we gegeten en is het huis veranderd in een soort dozenfestijn. Kleed heeft Wout al opgerold. Hier zijn alle dozen. Kijk eens even, wat een troep jongens. De dieren gaan natuurlijk mee. Ik heb die oude OV-kaart weggegooid, is dat oké? Ja, is goed. Je komt allemaal dingen tegen. Mevrouw Boers die slingert altijd met kaarten en dingen. En ja, ik ben heel erg. En dan kom ik weer ergens een OV-kaart tegen. Ik denk, hoe kan dat nou? Ja. Dan gaan we een mooie stenen inpakken in deze stukken krant. Dat ga ik doen. Ja. Ja, dat mag jij. Dat vind ik echt een klusje voor jou. Ja, dat doe ik, maar jij doet het nu al. Ja, dat klopt. Ik kan nooit iets dan uit handen geven. Want als ik dan helemaal begonnen ben, ga ik gewoon door. Ja, dat is dus zijn probleem. Dan gaat hij alles al doen, dus... Ja, ik ben gewoon van hup, doorpakken. Ja, want ik ook, maar er moet ook gefilmd worden, schat. Dat is waar. Maar boven is ook nog één grote janboel. Janboel? Nee, ik wilde eigenlijk zeggen teringzooi, maar ik mag niet zoveel schelden, dus... Nu zei ik het toch, maar... Ja, voor mij mag je schelden, alleen van... Ik dacht, ik hield mijn de kijker niet, die had daar erg veel moeite mee. Ja, begrijp ik. Maar ik bedoelde dus eigenlijk een janboel. Het is echt een bende. Het is een zooitje. Een janboel, daar heb ik nog nooit van gehoord. Ik ook niet, ik wil maar wat. Ja, het is een enorme janboel boven. Nou, niet janboel, je zegt het nu als een naam. Ja, janboel. Wie is janboel? Nou, doe even rustig. Jongens, laat maar nou gewoon met rust. Ik bedoel gewoon dat het een zootje is. Laten we ons eerst focussen op beneden. Oh, ga jij nu de logistiek verdelen? Ja. Ik ben benieuwd, wat gaan we doen? Nou, we gaan eerst nu beneden het afmaken waar we mee bezig zijn. Ja. Dus alles wat mee kan naar het nieuwe huis mag ingepakt worden. Oké, nou, dat ging jij dus nu doen. Daar zijn we bijna mee klaar. Het laatste wat ingepakt moet worden zijn dus deze steentjes. Het allerlaatste wat moet worden gedaan. De rest heb ik al gedaan, maar oké, ga door met je verhaal. Nee, dit is gelogen. Ik heb ook veel gedaan. Jij hebt gisteren heel veel ingepakt in de slaapkamer. Vooral je eigen spullen. Je hoort het. Dus daarna gaan we met een theetje en chocola gezellig naar boven. Ja. En dan gaan we daar verder inpakken. Dat is het plan. Heel chill. En terwijl de overbuurman even lekker de dikke jonko opsteekt. Welkom in Amsterdam. Ja, wel uit het raam, dus dat is dan wel weer netjes. Ja, dat is heel netjes. Dat hij niet erin slaapt. Maar? Slim. Wat wil je zeggen? Nee, ik probeer even van jou de logistiek te ontfutselen. Nou, dat zeg ik net. Daarna gaan we naar boven. Oh, dus we beginnen beneden. Jij werkt van beneden naar boven. Ja? Logisch. Leuk. Nou ja, zeg. Walgelijk ben jij. Oké. Nou.
wat moet ik doen? Jij? Ja, ik laat me niet. Oké, nou, ik heb nu dingen in een blauw krat gedaan. Keukenspullen. En ik denk dat jij het er niet mee eens bent. Wat? Zoals een vaas en zo in een Albert Heijn krat. Kom maar even mee, dat wil ik even zien. Jij hebt dingen in een blauw krat gedaan? Ja, omdat ik geen doos meer kon vinden. Dus dan heb ik het gewoon hier... Wat ligt daar achter jou op de bank? Oh, nou, dat wist ik niet. Dat wist je niet. Wat is dat? Waar lijkt dat op? Een doos. Dat ding daar. Ja, is een doos. Dit. Oké. Ja, hier, dit, met een vaas en dat soort dingetjes. Van mij mag dat hoor. Oh, nou. Nee, maar ik bedoel, wat wil je allemaal nog meenemen uit de keuken? Nee, dat heb ik al allemaal gedaan. Dat heb je al, oké. Ja. Oh, hey. Dat is jouw domein, hè? Dan ga je als een roeland doorheen. Precies. Er zijn wel dingetjes, volgens mij, die we nog terug moeten halen. Klopt. Want in het nieuwe huis hebben we wat koffiekopjes staan, die moeten terug naar het huurhuis. Ja. Ja, en dat is het. Dat heb ik al allemaal gecheckt, schat. Maar ik vraag me af, doen we dit ook al naar het nieuwe huis, of niet? Ja, kijk, eigenlijk spelen ze hier nu niet veel mee. Nee, daarom. Dus eigenlijk kan het wel mee. Ja, kan leuk in de tuin. Ja. Oké. Dat kun je dus bijvoorbeeld in dat krat erbij doen. Ja, en dan doe ik dit. In mijn hart wil ik ergens afscheid van nemen. Jij wil ergens afscheid van nemen? Dat is... om even heel specifiek te zijn. Jezus. Ja. Nou, jij bent echt heel eng. Dat ging even niet goed. Maar, nou, eigenlijk valt het wel mee. Ik dacht dat hij helemaal dood was. Hij is helemaal niet zo dood. Nee. Nee, die gaat gewoon mee. Die gaan me goed water geven. Jij plast er ook nog even overheen. En dan doet hij het weer al gewoon als goud. Nee, ik zie het al. Kijk, ik ga gewoon even met de schaar de oude dode takjes eruit knippen. Vaak maak je dan helemaal een trein. Kijk, deze oude, die kun je er vaak uitknippen. Ja. En dan zie je ze... A, zie je ze niet meer? Deze hele strengel is een soort van dood. Oh ja. Maar deze doet het eigenlijk hartstikke goed. Knip het maar, schatje. Knip het. Knip het. Knip het. Is wel een leuk creatief shot, dit. Ik zie jou net door die dingen heen. Mooi, mooi. Ja, ik vind het heel mooi. Lekker zo'n verrotte plant. Ja, dat doet me denken aan modellenwerk. Mooi. Heel mooi. Die klokken ga jij erg missen, denk ik. Ja, die vind ik zo leuk. Want het is echt zo fijn om te weten ook hoe het... Dan ben je helemaal van, oh ja, laatst het in New York. Ah, leuk om te weten. Parijs, hoe laatst in Parijs? Oh, wacht, dezelfde tijd in Amsterdam. Ja goed, maakt niet uit. Het is toch leuk om op te hangen. Zoiets... Nee, dit was gewoon zo'n chill huis. Alleen die teksten, dat vonden we gewoon... Ja, dat is niet ons ding. Huis en de eigenaren... Zijn fantastisch. Zijn fantastisch. Echt hele leuke maar het mensen. Is ook een Airbnb, ja, dus vandaar dit soort dingen. Ja, dit is perfect voor toeristen, maar niet voor ons. Kijk, nu is hij helemaal opgefrist, zie je dat? Oh, ik moet jullie nog wat laten zien. Dit is geweldig. Jullie gaan oud. Tenminste, ik ging oud toen ik dit net uitpakte. Ta-ta-da. Sorry, maar I can't. Ik vind dit het allersnoevigste wat ik in tijden heb gezien. Heel snoevig. Alsjeblieft zeg. Ja, ze kunnen nog niet lopen, dus ik hoor je denken. Maar de crash die zei, we zijn nu heel veel buiten en ze zetten zich af op hun sokjes. En dat is helemaal niet lekker voor ze, dus jullie moeten schoentjes voor ze kopen. Nou, voilà. Wat doet een goede moeder? Gaat meteen online kijken naar leuke schoenen. Hey. Lekker theetje met chocola. Nou, inmiddels zijn we naar boven verhuisd. En hier, het valt mee, vind ik nog. Hoeven niet heel veel meer te doen. Kijk, en dan vind je dit soort dingen. En dan moet ik hier eerst nog even 10 minuten naar kijken. Herkennen jullie dat? En dan ben je helemaal afgeleid. En dan voor je het weet, is de avond voorbij. Ja, maar dat snap ik wel. Kijk even naar Luca en Wolf. Jezus. Nou, ik ga gelijk ook de vlog afsluiten. Want morgen... komt dan de verhuizing die ik helemaal ga filmen. We gaan nu nog heel even een beetje dingen opruimen. En dan, dan zijn we er ook wel klaar mee. Morgenochtend moet Wouters om 6:30 het nieuwe huis zijn. En de verhuizen komen hier natuurlijk ook spullen halen om 7:00. Dus ik blijf hier. En dan gaat het allemaal beginnen. En volgende week zien jullie denk ik ook nog een heel deel van het schilderwerk. En wat andere dingen in het huis... wat we gaan verbouwen en dus de verhuizing. Ja, het inrichten en zo, dat gaat nu ook allemaal komen. Oh, nee, jullie gaan nog heel veel zien trouwens met alles moet nog geverfd worden.
Zie je, ik kan niet eens meer nadenken. Hallo, okay. Wat je net zegt, de hele inrichting. We krijgen al onze spullen weer terug. En dat gaan we allemaal neerzetten en uitpakken. Weet je hoe leuk dat is? Dat wordt daar fantastisch. Ik ook. Niet maar te doen. Maar eerst even deze boel wegwerken. Ja. Dus. Ja. Zeg maar dag tegen de lieve kijkers. Dag, lieve kijkertjes. Nou mensen, ik ga ophangen. Dankjewel voor het kijken. Tot volgende week. Muah.